kijkers van Melkom, welkom bij een nieuwe video hier op mijn kanaal. Mijn naam is Kevin, zoals je weet, en vandaag ik zit wel op een locatie. Ja, jullie zien daar mijn raam, daar de muur waar ik vroeger zat. Ja, ik zit ergens anders. Ik zit namelijk nu hier. Ja, het is echt een tering, sorry. Ik zit namelijk hier. Ja, hier. I know, mijn bureau is echt pleuris, sorry, want te leg. Fucking chips. Iets van een McDonald's, nog iets van een Big Mac. Mijn telefoon, mijn box en een glas drinken. Waar ze niks in zat. In ieder geval, jullie hebben op deze video geklikt omdat jullie de top 10 vreemdste Europese wetten willen weten. Ik heb ze hier voor me staan, zoals jullie zien. En ik ga ze gewoon eventjes allemaal opnoemen en mijn eigen mening erover geven. Dus jongens, de eerste is het verboden te overlijden in het Britse parlementgebouw. Britse parlementgebouwen. Wat the fuck? Met hoofdletter W, hoofdletter T en hoofdletter R. Kom op, je mag niet doodgaan in een fucking parlementsgebouw. What the fuck is dat voor bullshit? Dat is echt de grootste stierenstront die er bestaat. Maar oké. Nou, we gaan gewoon gauw door naar 2. En nummer 2, gel is gel. Serieus, Kevin. Het is in Liverpool niet toegestaan voor een vrouw topless in het openbaar te zijn. Tenzij ze openbaar te zijn, behalve als ze werkt als bediende in een winkel voor tropische vissen. What the fuck zijn dit voor wetten, jongens? What the actual fuck? Je mag niet topless zijn. Ik weet niet wat topless is. Staat nu gewoon in beeld wat topless is. Nee. Nou, jongens, door naar nummer 3. En nummer 3 is: in Groot-Brittannië mag een zwangere vrouw overal waar ze maar wil haar behoefte te doen. Zelfs in de helm van een politieman. Groot-Brittannië, what the fuck is wrong with you? Oké, jongens, 5. Engeland mogen vrouwen niet in een openbaar vervoermiddel chocolade eten. Serieus? Dus stel, ik ben een vrouw met hele grote ronde uitknijbare ogen. Mag ik niet chocola eten? Dus stel, je bent een vrouw, je zit lekker in Engeland, je zit lekker chocolade smikkelen. Maar dat mag dus niet in het openbaar. What the fuck? Oké, jongens, 6 is fucking weird. In Italië kan een man die een rok draagt gearresteerd worden. Oké, een man met een rok. Oké. Nummer 7, jongens. Als iemand in Schotland op je deur klopt en vraagt om je toilet te gebruiken, moet je hem binnenlaten. Stel, het is een psychopaat met een mes en een geweer. En weet ik veel wat de fuck die bij zich heeft. Een JBL-box bijvoorbeeld. Dan moet je hem binnenlaten. Oké, het zal wel. Schotland is aangeraakt. Oké, jongens, een 8. In Frankrijk is het verboden om je varken Napoleon te noemen. Dus je mag dit ding mag je geen Napoleon noemen. Jongens, nummer 9. In Frankrijk is het verboden om te zoenen in de trein. Wat de actuele fuck. Ik weet niet wat ik met mijn hoofd doe. Wat ik wel weet is dat ik niet naar mijn andere scherm kijk. Ik kijk weer terug naar mijn webcam. Maar in Frankrijk te zoenen ze toch de hele dag. Of leg dan maar. Ik ben al nooit in Frankrijk. Why the fuck you lying? Why you always lying? Dus in Frankrijk mag je niet lekker smikkelen van je partner of van je partneres. In de fucking trein. En jongens, de laatste. In Zwitserland is het voor mannen verboden om na 10 uur 's avonds staand te plassen. Oké, die deed oprecht pijn. Maakt me helemaal niet uit. Ik vind het helemaal mooi. Maar ik vind het helemaal mooi. Serieus? Oké, dus stel ik woon in Zwitserland. Oké, en dan staat er, dan is er nog eentje voor de liefhebbers. In Denemarken is het verboden een auto te starten als er iemand onder ligt. Dit was de video, vond je hem leuk, bloot van even met een blauw duimpje omhoog. Abonneer op Melk Uploaden, ben je altijd gratis op de hoogte als je een nieuwe video, als je een nieuwe video wil zien. Inderdaad. Kan ook gewoon ook op de hoogte zijn als ik weer eens wat upload. Dat is waarschijnlijk ook nog wel handig. Ja, that's it was het. En dan wil ik nog maar één ding zeggen tegen jullie. En dat is, doei mensen!